Daar gaat hij. Hartstikke leuk. Oh, we zijn wel begonnen, jongens. Zo, dat is een lastige vraag. Nou, toen ik ja zei tegen het programma, dacht ik, ik wil dit heel graag doen. Vooral omdat ik het heel leuk vind om te zingen. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ja, zingen is iets heel nieuws voor mij, wat ik heel erg spannend vind. Maar ja, het is wel erg leuk. Het is eigenlijk een soort nieuw instrument of zo, weet je wel. Ik vond dat het tijd was voor een uitdaging. Dus ik hou wel eigenlijk ervan om af en toe iets te doen wat ik niet zo goed kan. Ik vind dat vrij ingewikkeld. Kijk, ik ben geen popzanger, ik ben acteur. Dat is wel echt heel wat anders, hoor. Je kan mij voor alles neerzetten, zolang ik niet hoef te zingen. Dus, ja, ik heb bij wijze van spreken liever een gangbang. Liever een gangbang. Ja, dat is voor heel veel mensen heel eng, maar dat doe ik liever dan dat ik ga zingen. Ik vertrouw mijn eigen stem gewoon niet. En daardoor schiet ik soms in mijn hoofd. En dan denk ik, nee, oh, ik moet zingen. En dan voel ik een soort bijna een klein meisje van, nee, ik durf het niet, ik durf het niet. Ik denk dat ik wel 1000 dood sterf als ik voor de eerste keer daar op het podium sta. Maar ik heb wel echt besloten om vertrouwen te hebben en echt keihard van te gaan genieten. Ja, zingen is voor mij heel belangrijk. Ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het heel leuk dat ik hier ook allemaal nieuwe dingen leer die ik al heel erg lang op een bepaalde manier doe die niet per definitie nou heel erg goed zijn. Oh my god, hoe vet is dit eigenlijk? Dus het is ook wel weer vet dat je dan iets overwint of zo. En we zijn nu hier bij Zangles. Martin is echt een held. Want die vent, jongen, ik moet hele rare dingen doen met tong uitsteken en van alles. Zangles is super confronterend. En ik vind het echt te gek. Een soort life-changing ervaring heb ik elke keer als ik met Martin hier in deze ruimte zit. Deze dingen, dit is wel echt even wennen. Dit zijn dus je in-ears. Want als je uiteindelijk dus die dingen op hebt, dan hoor je opeens hoe je eigenlijk echt klinkt. En ik kan je vertellen, dat is niet best. Speciaal voor dit moment heb ik dus twerkles genomen. Oh, dat is echt fantastisch, want het is heel onhandig. Zingen, muziek, oké, vet, heel tof, maar dansen? Dat wil je mij niet zien doen. Dat ga ik Nederland besparen. Met die 2 meter is het net alsof je spaghetti na 3 minuten uit de pan tilt, zo met zo'n lepel. Dit is een beetje het hoogst haalbare zo. Check hoe lang die armen zijn. En die benen, dan moet ik een beetje... Wat gaan we doen? Wij gaan vandaag op het podium oefenen. Allereerste liedje moet je alleen zingen. Daar heb ik geloof ik al in gedachten al 10 keer voor in mijn broek gescheten. Ik heb een grote bek, maar dit soort dingen vind ik echt doodeng. Nou, ik weet nog niet hoe ik het kan omzetten, maar ik weet wel dat ik er een feestje van ga maken. Dus als ik er sta, ga ik gewoon mijn best doen. En dan ga ik gewoon de longen uit mijn lijf zingen. Fuck it, man. We gaan gewoon een feestje bouwen. We gaan crazy zingen. We gaan gewoon helemaal gek. We gaan helemaal los. Helemaal para. Gewoon. Ah. 2 biertjes. Dan laat die spanning zich gewoon een beetje los. Ik heb geen idee hoe ik dat bij de show ga doen, want ik kan daar natuurlijk niet... Dat gaat niet worden. Dus dan moet ik een andere manier verzinnen. Een bar. Is een bar? Dan zou je mij daar veel vinden, denk ik. Daar ben je weer, meneer de cameraman. Heel simpel. Ik heb net visie gehad. We gaan nu een paar mooie persfoto's schieten. Hè? Lekker. Je komt de studio binnen en ik vind nou even lekker beginnen. Maar er staat gelijk iemand op je huid en zegt... Harry, leuk dat je er bent. En nu naar de styling. Of je wil sminken, online wil doen. Gelijk in de visagie. Oefenen, repeteren, kleding doorpassen. Dat doen, dit doen. Dus het is als je het podium eenmaal op moet, dan ben je eigenlijk kapot. Ik vind dat fijn, want het is heel professioneel. Als je dan in die studio komt, denk ik van ja, oké, er is al heel wat gebeurd voordat ik hier kwam. Een beetje zo peilen van hoe goed ben jij en hoe goed ben jij, want we weten natuurlijk niet van elkaar. Hoe we kunnen zingen. Ja, het is allemaal scheids. Vooral Pim, dan denk ik echt bij mezelf, Jezus. Je hebt echt dat samengevoel. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en iedereen doet het gewoon goed. Dus we gaan vanavond gewoon knallen met z'n allen. Op het moment als ik dan op het podium sta, dan loop ik op. En het enige waar ik aan dacht. Let daarop, ik moet me uithalen. Oké, ik moet ook nog mensen aankijken. Oh nee, ik moet ook nog met de camera. Jezus man, het is toch veel te veel om na te denken.
Om dan te bedenken dat je s'avonds het liedje wat je alleen nog maar in kleine kamertjes gerepeteerd hebt, ineens voor een vol publiek, niet alleen daar, maar ook thuis, voor ja, weet ik hoeveel mensen moeten gaan zingen. Dat is wel even zweten, zeg. Zo. Je wil het toch goed doen. Je wil je vocal coach niet teleurstellen. Je wil niemand teleurstellen. En ik wil mezelf ook niet teleurstellen. Ben je blij? Meneer de cameraman? Geniet ervan, jongen. Dit ga je nooit meer zien.